Zo, hallo allemaal, Mark hier en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan vandaag weer eens even iets heel anders doen, want ik heb wat leuks bedacht. Tenminste, ik vond het zelf wel leuk om een keer te gaan proberen. Ik dacht, maak er ook gewoon een video van. Ik ga namelijk met FC de allerslechtste spelen tegen FC de allerbeste spelen. Wat houdt dat in? Ik heb een team gemaakt met per positie de slechtste speler in FIFA. Nou, je kan het hier zien, alleen maar 647 rated spelers. Dus per positie, deze speler is trouwens CM, maar kan ook rechtsback. Is dus al 46 rated de slechtste. Ik heb dus per positie gekeken wie heeft de laagste rating. En op sommige posities kom je bij meerdere spelers uit. Heb ik er gewoon maar even eentjes gepakt. En dan gaan we dus tegen FC de allerbeste spelen. En hetzelfde concept, alleen dan met de hoogste rated spelers. Neuer bijvoorbeeld is met 92 rated de hoogste keeper. Waar ik eigenlijk de Gea verwachtte, maar die heeft 91. Zoals Kimmich en Alba. Daarvoor zijn meerdere spelers in aanmerking gekomen. Ik heb gewoon de bovenste gepakt. Gewoon compleet random een speler genomen. En ja, die in dit team gezet. En dit is toch wel gewoon echt een heel lekker team hoor jongens. We gaan op legendarisch spelen. Zoals jullie van mij gewend zijn. Als je het niet gelooft, dan geloof je het niet. Het is toch echt zo. We gaan op legendarisch spelen tegen dit team. En ik was gewoon echt heel erg benieuwd hoe dat zou gaan. Hiro, de Koreaanse aanvoerder van mij. Ik weet niet eens hoe die heet. Ik ga ook geen moeite doen om dit uit te spreken. Nou ja, op zich jong, dat gaat nog wel. Maar goed, ik had dus besloten 4-2-2. 4-2-2-2 te gaan spelen. Ik denk, dan heb je zowel defensief als aanvallend. Ja, gewoon wat extra mensen, wat wel fijn is. En hier een eerste schot, waarvan ik dacht dat die corner was. Maar dat is het niet. Wat even aangeeft hoe dramatisch deze spelers zijn. Jongens, dit wordt een hele zware wedstrijd. Maar goed, we gaan het gewoon voortbrengen. Hier ook dan een kans voor Ronaldo, maar die gaat er niet in. Helaas voor hem. Hiro, wij weer in de aanval. En hier een hele goede paas op McLaughlin. Dat, zo heet die speler volgens mij. Maar die speelde tot twee keer toe op Sergio Ramos. Krijgt hem er niet voorbij. Dus helaas geen kans. En zo kabbelt de wedstrijd een beetje voort. Ik probeerde de kansen te creëren. Maar hier krijgen we een hele goede mogelijkheid. Jong, Hiro met een goede paas. Die bal gaat er niet in. Maar McLaughlin met een goede kans. En yes, yes, yes. We scoren gewoon de 1-0. Na iets meer dan een kwartier spelen, sta ik gewoon op voorsprong. Jongens, ik had dit zo niet verwacht. Ik denk, dit gaat echt een hele zware wedstrijd worden. Maar niks is minder waar. Hij gaat er gewoon in. Het is een cut call. Interesseert me helemaal niks. Hij gaat erin. Neil McLaughlin. Nu al een held. Jongens, heerlijk. Maar hier komt mijn tegenstander weer met Messi in de aanval. Hier kon je nog maar eens even zien hoe goed Messi kan dribbelen en hoe makkelijk die deze slechte verdedigers gewoon omzeilt. Je moet echt alle hands aan dek zetten als hun in de aanval komen. Je kan gewoon geen moment verslappen, want dan ben je gewoon de lul. Hier dan, wij met een corner. Helaas gaat hij er net niet in. En zo kan de tegenstander FC, de allerbeste, die kan gaan counteren. Hier al met Ronaldo, die kan daar 1-op-1 komen. Doet er wat lang over, gaat hier pasen. De Bruyne op Messi, jongens, ze hebben nog steeds alle kans. Zeker met deze goede spelers, goede voorzet. Maar er wordt toch even perfect verdedigd, hoor. Er zit gewoon iemand tussen en dat is lekker. En zo kunnen wij weer naar voren toe. Hier al dan McLaughlin op Fujikama of zo heet hij geloof ik. Wat eigenlijk best een redelijke speler was met een goede voorzet. En een dramatische afwerking. Alweer helaas geen goal. Maar die Fujikama was een goede speler. Die viel me niet eens zo tegen. Hij is 47 rated, maar hij speelde nog best oké. Dan, Hiro, gaan we weer in de aanval. Die Kim Jung-so of zo, weet ik veel, die aanvoerder, die speelde ook nog niet zo verkeerd. Het was niet super dramatisch of zo. Als je gewoon simpel paast, is het redelijk te doen. Maar hier hebben we Tweet met een bal op Jong. Jong, die kan hem niet afwerken. Daar is McLaughlin in de kluts. Yes, we staan gewoon met 2-0 voor. Jongens, je weet niet hoe blij ik hiermee was. Ik zat best wel even beentjes te zweten tijdens deze wedstrijd. Want je moet je echt zo goed concentreren. Ik kan er geen stapje verkeerd zetten, anders zijn ze er gewoon langs. Al die spelers zijn sneller, zijn sterker, zijn beter met pasen. Zijn gewoon met alles gewoon drie keer zo goed als mijn spelers. En dat maakt het gewoon echt heel erg lastig. Maar we staan gewoon met 2-0 voor. En we kunnen hier 3-0 voorkomen. Maar Neuer met een goede redding en McLaughlin die krijgt die bal niet onder controle. En zo geen kans voor de 3-0. Maar hier FC de allerbeste weer in de aanval met Messi.
Messi Iro is gewoon ja, fysiek sterk in dit geval, want hij houdt gewoon iedereen van zich af. Gaat hier de combinatie aan Sergio Ramos, Silva, Messi en het is 2-1. Jawel, ze scoren tegen en er is nog iets meer dan 10 minuten te spelen en dan gaat het toch niet gebeuren. FIFA gaat me dit toch niet aandoen dat ik deze wedstrijd niet ga winnen, want het ging zo lekker jongens. We stonden met 2-0 voor, we staan nog steeds voor met 2-1, maar hier komt Messi weer. Die gaat die mensen toch makkelijk voorbij jongens. Je kan gewoon helemaal niks doen. Gelukkig is zijn schot hier niet al te goed. Kan mijn keeper hem makkelijk oppakken. Maar ze geven nog niet op. Messi hier alweer. Au, gaat er weer makkelijk voorbij. Ronaldo wordt hier dan fysiek wel tegengehouden door mijn rechtsback. Heerlijk gedaan. Bal rolt achter. Geen kans voor hun. Dan, allerlaatste minuut. Kunnen wij dan nog een 3-1 maken hier met een goede tegenaanval? Kan die scoren? Nee. Neuer houdt die bal tegen. In de rebound gaat hij er ook niet in. En kan mijn tegenstander dan nog een counter opzetten? Nee, het is afgelopen. We hebben gewonnen. Fucking hell. Yes, we hebben gewoon gewonnen. Met FC de allerslechtste tegen FC de allerbeste. We hebben die hele tent afgebroken. Ze waren gewoon helemaal niks. Nee, dat is niet waar. Maar we hebben wel gewonnen en dat is lekker. Dus ik heb even een normaal toernooitje opgezet met twee clubs. Dus er is zeker ook gewoon nog een beker gewonnen ook. Jongens, waarom ook niet? Mr. Green daar ook op het shirt. Geen idee waarom ik dat zeg, maar ik zag het staan, dus ik denk ik zeg het gewoon. Hiera, die beker gaat omhoog en we hebben gewoon gewonnen. Heerlijk, wat een fijn gevoel was dit. Dit is gewoon voor mezelf ook wel even een dingetje zo van... Ik kan gewoon met de slechtste spelers in FIFA van de allerbeste spelers in FIFA winnen. Tegen de computer natuurlijk, wel op legendarisch. Dus dat was wel even lekker. We komen aan het einde van de video. Hopelijk vond je het leuk. Heb je nog suggesties voor dit soort andere video's? Laat het me weten. Wellicht kan ik er iets mee doen. Doe nog even een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Zou ik enorm waarderen. En hopelijk zien we je snel weer terug bij een nieuwe video. Mensen, fijne dag verder. Later.